Hallo allemaal. Vandaag, 1 november, hebben we in het Jeugdjournaal maar één onderwerp. De beslissing die de regering vandaag zou nemen om hier 48 kruisraketten neer te zetten. Ja, zo'n belangrijke beslissing dat Nederland vandaag voor de hele wereld nieuws is. En dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Om 16:30 zou de regering komen vertellen wat besloten was, maar dat gebeurde niet. En in Den Haag zitten ze nog steeds op meneer Lubbers te wachten. Paul Snijder, jij wacht ook. Wat is er precies aan de hand? Ja, ik ben hier ook al zo'n 2 uur, net als alle andere verslaggevers hier. De totale Nederlandse pers is hier neergestreken om het besluit van de premier te horen. Die had hier naast me moeten zitten, maar dat is nog steeds niet het geval. Het wachten is nog steeds op dat besluit. Het probleem waar het om gaat is, denken wij, niet zozeer het plaatsen van de kruisraketten. Iedereen gaat er hier wel vanuit dat het kabinet daar ja tegen zal zetten, zodat er 48 van die raketten in Woensdrecht komen. Maar het probleem zit hem vooral in andere kernwapentaken, zoals dat hier heet, die Nederland ook heeft. Dat zijn er in totaal nog zo'n 6. Dat geldt Starfighter, vliegtuigen, dat geldt Orion vliegtuigen. En het kabinet is nu daarover voornamelijk bezig om, als we eenmaal besluiten om die kruisraketten te plaatsen, een aantal van die andere taken weg te doen. Zodat er een beetje in een optelsom komt. Nou, Nederland heeft toch weer een beetje het atoomwapengebeuren hier in Nederland teruggedrongen. En ja, kennelijk heeft dat nogal wat problemen in het kabinet. En de signalen zijn ook in die richting dat het allemaal wat langer duurt dan de premier gisteren en in het begin van de dag voor ogen had. Paul, dankjewel. Het is dus, zoals Paul Snijder net zei, wel zeker dat de regering hier 48 kruisraketten wil gaan plaatsen. Maar wat zijn dat nou eigenlijk voor wapens, die kruisraketten? Hier zie je zo'n kruisraket tijdens een proef. Het is een soort automatisch vliegtuigje zonder piloot. Hij vliegt erg laag en hij zoekt zelf zijn doel op. Het is een vrij klein wapen, maar toch kan de atoomkop die hij vervoert een enorme stad vernietigen. Een kruisraket kan worden afgeschoten vanaf een speciale vrachtauto. Hij is dus verplaatsbaar. De auto's met raketten moeten bij ons in Woensdrecht in Noord-Brabant komen te staan, maar dat gebeurt pas in 1988. Sinds 1979 wordt er al over die kruisraketten gepraat. In dat jaar zei de NAVO, waar Nederland ook bij hoort, wij hebben 572 nieuwe atoomwapens nodig om te zorgen dat we even sterk zijn als het Warschau-pact, dat zijn de landen van de tegenpartij. Van die 572 atoomraketten zou Nederland er 48 moeten nemen. Maar ons land wilde daar toen, in 1979, nog geen ja tegen zeggen. Uitstellen dus van de beslissing. Op 1 juni 1984 zou de regering zeggen of ze die 48 NAVO-raketten nou zouden nemen of niet. Maar toen zeiden ze opnieuw, we wachten nog 1,5 jaar. En in die tijd gaan we kijken wat de Sovjet-Unie doet. Op die 1 juni...